M14, eigenschappen van hoeken gevormd door twee evenwijdige rechten en een snijlijn. We hebben net de eigenschappen gezien. Nu gaan we eens eventjes kijken naar de omgekeerde eigenschappen. We gaan die niet zo heel nauwkeurig bestuderen gelijk de eigenschappen. We gaan gewoon de omgekeerde eigenschappen even geven. Dus als twee rechten gesneden worden door een derde rechten en je merkt dat het woordje evenwijdig wegvalt, dat we gewoon nog praten over twee rechten. Dus als twee rechten gesneden worden door een derde rechte en de overeenkomstige hoeken even groot zijn, dus de twee voorwaarden zijn noodzakelijk. Of als twee evenwijdige rechten gesneden worden door een derde rechte en de verwisselende binnenhoeken zijn even groot, of de verwisselende buitenhoeken zijn even groot, of de binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn supplementair zijn, of de buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn supplementair zijn, dan zijn die twee rechten evenwijdig. Dus het grote verschil met de eigenschap is dat je nu niet vertrekt van twee evenwijdige rechten, maar gewoon van twee rechten gesneden wordt door een derde rechte en je gaat aantonen dat die twee rechten dan evenwijdig zijn.